Mijn naam is Iris Simons en ik heb voor jou een oefening bij keuzestress. Ga staan in een ruimte, in een rustige ruimte en sluit je ogen. Leg je beide handen op je hart. Breng je aandacht naar je hart. We gaan nu 3 keer langzaam diep in en uit je hart, als het ware, ademen. En met een hoorbare uitademing met je stem of een zucht. Adem in. En uit. Adem in. En uit. In. En uit. Open jezelf voor je gevoel. Voel je hart. Misschien voel je het kloppen of schijnen. Misschien voel je helemaal niets en dat is ook helemaal goed. Vertrouw er maar op dat het helemaal goed is. Mocht je tijdens deze oefening in je hoofd schieten, neem dan rustig de tijd om weer je aandacht te verleggen naar het voelend aanwezig zijn in je hart. Laat je armen nu weer hangen. Stel je voor dat er vlak voor je in de ruimte het scenario staat wat er zou zijn als je die ene keuze zou maken. Ben er voelend bij. Al weet je nog niet wat er in het echt zou gebeuren in dat scenario, ergens op een diepere laag weet je het. Wat voel je in je subtiele lichaam? Wat voel je in de energie gebeuren in de ruimte tussen jou en dat wat er voor je staat? Misschien voel je niks. Dat is helemaal oké. Misschien wel. Misschien voel je heel subtiel iets. Dat is ook goed. Stel je nu voor dat er links van je dat andere scenario staat. Het scenario wat er zou zijn als je die andere keuze zou maken. Al weet je nu nog niet wat er in het echt zou gebeuren, dat geeft niks. Draai nu langzaam naar links, weg van het ene scenario, tot je recht voor het andere scenario komt te staan en voel. Neem de tijd om te voelen. Wat is er voelbaar in de energie van je subtiele lichaam dat tussen jou en het andere scenario in is. Merk op of er een verschil is. Neem de tijd om, als het nodig is, nog eens van het ene naar het andere scenario te draaien. Als je weer in je hoofd schiet, breng dan je aandacht weer terug naar het voelend aanwezig zijn in je hart. Voel en vertrouw op het heel subtiele verschil wat je kunt waarnemen. Weet dat het iets is wat je iets komt vertellen. En luister. Luister naar deze subtiele signalen van jouw subtiele energielichaam. Welk scenario voelt lichter aan? Waarvan krijg je een ja-gevoel? Of misschien juist een subtiele verkramping of een zwaarte.